of my way. Hey! Wat doen jullie hier? Ik ga de politie bellen. Ik heb het helemaal gehad met jullie. Hallo? Ja? Politie Ruud? Ja, mijn boer Ben. Ik heb hier een stel maloten op mijn werf. Die zijn hier met een of ander gek ding in mijn eigen land. En ik weet niet wat ik ermee moet. Je kunt gerust komen. Zo gauw mogelijk, alsjeblieft. Houden. Raak gebeld, boer Ben. Ja, moeten we nou kijken. Ik kom hier gewoon bij mij op de werf hier met dat ding. Wat moet ik daar nou mee? Dat is een goeie. We zullen ze meenemen naar het bureau en dan gaan we naar de oplossing zoeken. Is dat een goed idee? Ja, kijk maar. Ik vind het goed. Luister jongens. Kom maar eens met mij mee. Handje op de rug. Kom maar. Ga je erachteraan? En dan gaan we met z'n allen die kant op naar het bureau en dan gaan we zoeken uit hoe goed zit. Ga er mee! Kom maar! Ja, deze kant op! Goed zo mannen, deze kant op. Hey. Daar is het bureau. Wat ligt daar nou toch? We hebben hier alweer geschoten. Wat is dat alweer voor een ding? Maar ja, ik neem het maar mee naar huis. Wat moet ik hier nou toch weer mee doen? Ik zou niet weten wat ik hier nou weer mee moet. Ik heb allemaal al zoveel te doen. Ik moet met die carnaval, moet ik alweer van alles. Dan zit ik weer mee zo'n stom ding. Wat moet ik hier nou mee? Hé, hey, boerke. Weet je niet wat je met die sleutel moet doen? Geef hem maar eens even aan mij. Ik zal er wel op passen. En zorgen dat niemand hem mee kan nemen. Pak toe fietsje maar en rij maar gauw naar het dorp toe. Oudoe! Oké. Okay. Bedankt. Oudoe. Goed jou te zien, jongen. Je had nooit waar ik tegenkwam bij boer Ben. Nou, pannenkoeken? Als ik het niet kan raaien, dan vertel het. Deze rare wezentjes, kijk daar. Huh? Waar? Nou, daar. Waar? Ik zie ze niet.
Waar zit jij, Ruud? Plezier, Ruud. Wat dan? Ze liepen net nog achter mij. Jij ziet spoken, plezier, Ruud. Ik zie echt niks. Waar dan? Vraag maar aan Boeben. Die heeft ze ook gezien. Boeben. Waar heb je die mannen gelaten? Die liepen achter mij, maar ik ben ze nou kwijt. Nou, dan ben je er mooi klaar mee. Ga ze maar eens zoeken dan. Dat zal ik eens gaan doen, want die kunnen niet zo rond blijven lopen. Het waren echt rare wezens, Prinsat. Ik heb er geen idee van. Ga je naar Ik ook helemaal niet. Maar als ze er anders uitzien, wil nog niet zeggen dat ze kwaad in de zin hebben, hè? Nee, zeker niet. Ze dus... kunnen mee carnaval. Oh, kijk maar naar ons, Prinsat. Maar wij zien er toch ook heel raar uit. Wij zien er toch ook niet raar uit? Nee, zeker niet. Nou, politie Ruud, ga jij ze zoeken? Ik ga ze zoeken, Prinsat. Komt in orde. Maar, Zal ik ze eens uittekenen, wat ik gezien heb? Maakte jij maar eens een mooie tekening. Een signalement van die groene mannetjes. Dan zien prins Ad en haar Kriske ook hoe ze eruit zien. Een signale wattie? Een signalement. Nou, ik zal wel een tekeningetje maken voor jou. Want wat jij allemaal zegt, dat weet ik niet. Ze waren zoiets, vond ik ze eruit zien. En ze waren vooral veel haar. Hele grote groene ogen. Ja, en vooral groen eigenlijk. Dat. En het waren er een stuk of drie, denk ik. Het waren er meer dan twee in ieder geval. Drie heb ik er gezien. Drie vreemde mensen zien hier in het gasteltje. In het vastenavond Slotelaan. En wat zullen ze aan het doen zijn? Ik denk dat als ze er een beetje graag uitzien, misschien dat ze wel iets met carnaval komen doen. Ik weet het niet. Maar dat gaan we horen als politie Ruud en Boer Ben ze gevonden hebben en terug hier naartoe brengen. Politie Ruud, had ze een speciaal loopje? Zo of zo? Of, Nee, ze piept alleen heel erg zo. Ja, ik verstond er niks van. Ik verstond er helemaal niks nee? van. Nee? Nee. Het was geen Belgisch gasten. Eigenlijk dus. Het was fluits. Fluits, dat is een aparte taal. Maar ja, dat is... Goedemiddag. Wat is hier allemaal aan de hand? Ik zal me even voorstellen, ik ben Willy. Ik ben van de krant. Hoi Willy. Maar ik zie jullie hier allemaal staan bakkeleien. Ja. Wat is er gebeurd? We hadden drie vreemde mannetjes gevonden op het weiland van Boeben. Bij mij in de wei, daar kwam een ding naar beneden, een heel groot ding. En daar kwam allemaal rook uit. En daar kwamen drie wezens uit. Drie groene wezentjes die allemaal rare geluiden maken uit een UFO. Ja, ik weet niet wat dat is. Dat ding kwam dan uit de lucht gevallen. Kwam uit de lucht, ja. En hadden ze nog iets bij zich? Ja, ik heb zo'n groot zilver ding heb ik gevonden, maar ik wist niet wat ik ermee moest doen. Die heb ik maar in de schuur gelegd. Dat is heel slim. Dat is heel slim. Toch, politie? Zeker. En nu gaan we op zoek naar die mannetjes. Ja, want ik ben ze helaas kwijtgeraakt. Dus we moeten ze zoeken. We gaan op zoek naar drie groene mannetjes. En ik denk dat iedereen van Uitgastel ons wel kan helpen. Naar drie groene mannetjes. Dus willen jullie alsjeblieft heel goed zoeken. Kijk goed, achter elke boom, in de struiken, op de grond, in de lucht, dat denk ik niet. Maar ga allemaal heel goed zoeken. Helpen jullie allemaal mee? Prima, dankjewel. Hi, Buf. Hi. Waar? Nee, er is hier geen haai. Ik bedoel haai en hallo, buurvrouw. Ja, jij zegt haai. Nee. Een buurvrouw. Ik heb het gisteravond opgezien op het nieuws. Nee, wat? Nee. Vertel. Nou, er is hier in Gastel een UFO geland. Een UFO? Een wat UFO. Is dat? Ja, dat is een soort ruimteschip. Daarvan kunnen van de ene planeet naar de andere planeet vliegen. Oh, dat is ja? dus gebeurd. Echt ja, met drie, van die drie mannetjes erin, zeggen oh, ze. Oh nee, dat weet ja, ik niet. Ja, ze hebben het op het nieuws laten zien. Nee. Ja. En die zijn dus van de planeet hier naar de aarde gevlogen.
En zijn ze per ongeluk in Gastel terechtgekomen. Wat komen ze hier want doen? Ik denk niet dat dat expres is, want wat moet hij komen doen? Ja. Weet niet. Jeetje. Ja, en dan zijn ze kwijt, hè. Ze hebben ze niet kunnen vakken. Ook dan ja. nog? Oh, ja. Man, ik krijg daar gewoon helemaal buikpijn van. Ja? Oh, ja. Verschrikkelijk. Ja. Dat is echt spannend. Ik kan hier vannacht niet van slapen, hè. Ik denk dat ik naar de dokter om een pilletje moet. Ja. Oh. Over de dokter gesproken. Weet wie er ook nog naar de dokter is nee. geweest? Nou, onze Johan. Echt waar? Ja, mijn man. Nee. Ja. Hij had zo'n ziekelijk en buikpijn en helemaal niet lekker. Hij naar de dokter. Ja? Hij zegt, dokter, mijn neus is verstopt. Kan u mij helpen? Ach. Weet u wat de dokter zei? Nee. Ja, kan u wel helpen zoeken. God, nou ja, zo kreeg ik hem maar weer thuis. Al die dokters zeiden tegenwoordig ook allemaal niks. Hé, hey, en nog eens wat. Ja, ik wil niet rond, ik wil niet veel zeggen. Hoor. Oh, nee, ja, ja, dat wel van, nee. Ja? Nee. Ja. Echt waar. Ja. Ik wil er niet over roddelen, hoor, maar